Jullie schrijven met z'n tweeën als Amstelveeners. Hoe werkt dat? We beginnen natuurlijk met heel veel te praten. Je hebt schrijvers die werken zonder plan. Die denken, oh, dit is een mooie eerste zin en daar begin ik gewoon mee en ik kijk wel waar ik uitkom. Dat kan natuurlijk niet als je met z'n tweeën schrijft. Want dan ga je alle twee waarschijnlijk gewoon een verschillende kant op. Dus we beginnen met heel veel praten. Waar gaat het over? Wat is het thema? Wie is de hoofdpersoon? Wat is de locatie? We maken zelfs van huizen waar het zich afspeelt plattegrondjes. Zodat we niet de zitkamer aan de voorkant kan hebben en de andere die aan de achterkant. En dan zetten we het helemaal op als hoofdstukken, wat er in die hoofdstukken gebeurt. En dan gaan we schrijven. Kunt u in het kort vertellen aan Amstelveeners waar Val over gaat? Het uitgangspunt was een beetje, mijn achtergrond is acteren. Ik ben actrice geweest. Maar ik heb ook een tijdje gewerkt als jurist. En eigenlijk wilde ik altijd al daar iets mee doen, met mijn ervaringen als jurist. Dus de hoofdpersoon in Val is nu een advocaat, een vrouwelijke advocaat. Overwerkt, burn-out, in de problemen, huwelijksproblemen. Nou, alles gaat mis in haar leven. Ze wordt op non-actief gesteld, omdat er een klacht tegen haar is ingediend. En daarmee, ja, begint een reeks gebeurtenissen. En dat eindigt natuurlijk met spanning en sensatie. Al plannen voor een nieuw boek met z'n tweeën? Nog niet aan het schrijven, maar wel bezig met nadenken. Waar gaat het over? Wat zou jou interessant lijken? Je moet schrijven over iets wat je pakt, hè? Iets wat je zelf intrigeert, wat je spannend vindt. Dus daar zijn we wel mee bezig. Maar we doen het een beetje rustig aan. We willen kijken wat dit boek doet. Het is een beetje een ander boek dan de vorige. Eigenlijk zijn al onze boeken net weer iets anders dan het voorgaande. Dus we kijken eventjes wat de reacties zijn.